Hallo, in dit filmpje ga ik je wat meer vertellen over de handige bordlessen bij de taalkanjers en waar je die precies kan vinden. Je herkent hier misschien ongetwijfeld je dashboard van Skoodle, waarin je links je lerarenkits vindt. Nog een handige tip, jouw favoriete lerarenkits, die kan je via het overzicht, onze catalogus, aanduiden als favoriet door eenvoudig op het sterretje te tikken. Dan komen ze hier in dit overzicht helemaal vooraan. Dat maakt het wat makkelijker en je moet minder lang zoeken. We gaan dus eens een kijkje nemen in onze lerarenkit van de taalkanjers. En daar zien we meteen een onderscheid tussen bordboeken en bordlessen. Een belangrijk onderscheid, want het zijn twee verschillende dingen. Je bordboeken, dat is de digitale weergave van alle werkboeken, alle materialen die je voor je leerlingen hebt. En die zijn verrijkt met links naar video, naar audio, naar andere documenten. Dat vind je allemaal bij je bordboeken. Maar zoals gezegd, dit filmpje gaat over bordlessen. Dus ik keer even terug naar mijn lerarenkit. En ik ga kijken onder lesmateriaal. In het lesmateriaal vind je een totaal overzicht van alle materialen die voor jouw leerjaar beschikbaar zijn bij de taalkanjers. En hier, hoe kom ik nu bij de bordles? Wel, hier links vind je de categorieën. Wanneer ik daar bordles aan vink, dan komt er een totaal overzicht van alle beschikbare bordlessen bij de taalkanjers van mijn leerjaar. Dat is één mogelijkheid. Je hebt nog een andere mogelijkheid, en die vind ik persoonlijk iets makkelijker. Dat is dat ik op zoek ga via de lesfiches. In dit geval ga ik bijvoorbeeld eens kijken in thema 3. Bij mijn lesfiches staat er per les een handig overzicht van wat ik allemaal nodig heb bij die les. En we gaan meteen misschien met les 1 beginnen. En dan opent de lesfiche zoals gezegd. Een lesfiche waarop ik de doelen vind. Maar belangrijker nog, want we zijn op zoek naar onze bordles, zijn onze materialen. Hier vind je een handig overzicht van al het materiaal dat je nodig hebt om deze les te kunnen geven. Je vindt er onder andere de PDF van je handleiding. Als er instructiefilmpjes beschikbaar zijn, kan je die hier ook vinden. Bijlagen, kopieerbladen en ook weer de link naar je bordboek. Maar zoals gezegd, we gaan het hebben over de bordlessen. Die vind ik achter dit tegeltje met het paarse tekentje van LearnHub. Als ik daarop tik, dan opent mijn bordles. Het is de tool i3 LearnHub die jou daar naartoe brengt. Dit is jouw bordles en om geen afleiding te hebben voor de kinderen, kan ik dit scherm maximaliseren door hier rechts bovenaan op de twee pijltjes te tikken. Dan zie ik alleen nog mijn bordles. Deze bordles respecteert de verschillende fases van je les zoals je die herkent in je handleiding. Wat moet ik nu precies doen bij dit scherm? Wel, dat zit verborgen achter het grijze vraagtekentje bovenaan op je scherm. Als je daarop tikt, kan je lezen wat je hier precies moet doen. Het staat in het lichtgrijs, zodat je leerlingen niet mee kunnen lezen. Dat is altijd handig dat de verrassing ook niet weg is als dat zo is. In dit geval gaat het over een gedicht waarin ik de verkleinwoorden ga aanduiden. En daar komen de handige tools hier onderaan in beeld handig bij van pas. Je kan bij de instrumenten om te schrijven of te tekenen bijvoorbeeld een markeerstift aanduiden. Ik ga in geel markeren in mijn tekst. Ja. En zo kan ik bijvoorbeeld hier holletje aanduiden en trolletje. Ik heb hier ook nog het mini-heksje gezien, een drankje, hè, noem maar op. Zo kan ik alles eenvoudig handig markeren. Ik kan dat ook de kinderen aan bord laten doen. Zo wordt het ook een interactieve les. Via de pijltjes links kan ik door mijn lesfases heen scrollen. Ik ga automatisch naar de volgende lesfase, maar ik kan ook terugkeren door op het pijltje bovenaan te klikken. Zo kom ik in lesfase 2 terecht, waar een oefening staat. Lesfase 3, waar ik hier opnieuw weer kan gaan kijken wat precies de werkvorm is. Maar ik neem je graag even mee naar dit scherm, lesfase 4, waar ik opnieuw met de kinderen ga kijken waar vind ik allemaal verkleinwoorden in dit scherm. Ik ga nu eens niet de markeerstift, maar een pen nemen. En ik kan hier omkringen, neusje, vratje, antwoordje en zo verder.
Alle tools zitten handig in dit scherm verborgen. Niet verborgen, ze zijn beschikbaar om alles te kunnen doen wat ik wil doen. Een handige tip nog, wanneer je iets wil aanduiden, dan klik je op het pijltje. Wanneer je wil schrijven of tekenen of gommen, dan tik je op het pennetje of op het gommetje. Zo kan ik doorheen al mijn lesfases in mijn bordboek aan de slag. Lijkt me een heel handige tool om vlot je les te kunnen geven. Mis je nog dingen of geef je graag feedback? Laat het gerust weten, want aan deze bordlessen willen we graag nog samen met jullie verder sleutelen. Alvast veel succes!